Tineke Poortinga stapt op bij de Gelderse Statenfractie van de PVV. Ze wilde voor die partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen, maar kreeg daar geen toestemming voor. Daarop besloot zij niet langer de Gelderse PVV te willen vertegenwoordigen. Ik wilde heel graag voor de PVV in Nijmegen aan de slag. Verschillende keren gevraagd, iedere keer nul op het request. En eind november heeft Dick Schouw van opa gevraagd of ik misschien interesse had in opa. Toen heb ik meteen eigenlijk gevraagd van ja, maar nee, ik zou graag voor de PVV. Hij zei, zou je niet samen met de PVV, opa PVV, een mooie samenwerkingsovereenkomst. Dat zou hij verder regelen. Nou ja, daar heb ik eigenlijk niets meer op gehoord. Toen heb ik nog een keer gezegd, weet je, het zijn wel 10.000 kiezers die je in de kou laat staan. En hier speelt natuurlijk heel veel in het Nijmeegse. Nou, daar hebben we een gesprek over gehad. Het is eigenlijk, dat gesprek is voor mij de druppel geweest dat ik dacht van, ja, zo wil ik gewoon niet verder. Ik heb met mijn vader daarover gesproken en toen heb ik ook tegen papa gezegd, nou ja, weet je, ik stap eruit. En toen begon hij te huilen en en toen zei ik, ja, waarom huil je nou? Toen zei hij, ik ben zo bang geweest dat je een kogel zou krijgen. En toen dacht ik, jee, je bent 87, weet je wel. En ik ben altijd on the road. Ik ga overal naartoe. En hoe bang ben je dan, weet je wel. Dus zondagavond om 8:00 heb ik er ook gebeld. En heb ik het gezegd dat ik stop bij de PVV. Nu Poortinga niet meer actief is in de provincie, gaat ze aan de slag als lijsttrekker van de Nijmeegse partij OPA. Neem hangjongeren. Die schelden mensen uit. Die gooien rotzooi op de straat. Als je ouders aanspreekt, mijn kind doet dat niet. Natuurlijk doet dat kind dat wel. Weet je, ik ben 61 en mijn vader en moeder waren echt streng. En dan denk ik, er is niks mis mee met streng. Weet je, als er huisregels zijn, ieder gezin heeft regels. En dan hou je aan, ook op scholen. Op scholen mogen best regels zijn, weet je. Als we met elkaar afspreken, we gaan niet van het schoolplein af, dan gaan we niet van het schoolplein af. Weet je, en misschien klinkt het een beetje oudbollig, maar dan denk ik, niemand is er slechter geworden van regels. Er zijn plenty landen waar hele strenge regels zijn. En als je je daar niet aan houdt, gelden ook hele strenge straffen. Dus daar zit toch wel echt het rechtse geluid in. Van, voor ons is handhaven. En we gaan niet met elkaar een kopje thee drinken. Jij doet iets wat niet kan. Sorry jongen, of je krijgt de straf, of ga naar je ouders. Maar je moet weten dat dit gedrag niet getolereerd wordt gewoon in Nederland. En zeker in Nederland niet, maar ook niet in Nijmegen. Laten we er een fijne stad van maken.